Hallo allemaal. Wat ik vandaag voor jullie heb, is een beetje combinatieles. We doen een beetje aerobics, spierverstevigende oefeningen. En we gaan natuurlijk nog even lekker buiken en een cool-down. We gaan lekker op tempo draaien. Spullen aan de kant, gympen aan. We gaan. Oké, we gaan beginnen. Loop op je rechtse been. Op de plaats. We gaan zo beginnen met een single side step. Rechts en links. Let op voetbier. Twee, stap zij. Armen gaan mee. Voor en terug. De laatste vier. En dan gaan we naar een dubbele side step. Maar rechtsaf twee keer. Voor twee. Voor twee. Even wijzen voorwaarts. En de armen niet hoger dan schouderhoogte. We gaan terug naar single side step. Let op voet vier. 3, 2, dubbel stap. 1, 2, voor 2. En single voor 4. 4, 3, 2, dubbele stap rechtsaf. Here we go. En 1, 2, dubbel rechts. 2 keer. En dan de laatste keer in single sidestep. En de dubbel. Dan blijven we bij de dubbel sidestep. Rechts en links. Double, double. Let op, de dubbele sidestep wordt een grapevine. Je crosst achterwaarts, heupen wijzen naar voren. Stap en grapevine. Maak nu aan ieder uiteinde een hamstring curl. Grapevine hamstring lift. Hak deel en de knie omlaag. Let op, nog vier. 3, voor 2. Hamstring curl op de plaats, rechtsaf. Blijf hier, blijf hier. Als het lukt, neem dan de armen cross mee. En anders gewoon voor en terug. Hakken blijven wijzen naar de bil. Knieën laag. Let op. 4, 3, 2. En dan stap je schuin in. En dezelfde kant terug. Dus 4, 3, 2. Stap schuin in. En terug. Je eindigt steeds weer voor de spiegel. Stap op je rechterbeen. Dit doen we nog één keer. 4, 3, 2, stap uit. We gaan terug naar de grapevine. We gaan rechtsaf. Hamstring curl. Up. Nog 2. Hamstring curl op de plaats. 4, 3, 2. En dan je hoekje. In 1, 2. Grapevine, rechterbeen. Up, up. 2. Lift. Nog een keer rechtsop. Hamstring curl op de plaats, rechterbeen. Goed, 4. 3. 2. Hoekje op. From the top. Kom op. 1. Let op. Hamstring curl op de plaats. 4. En het hoekje om. 3. Laatste 2 keer. Laatste grapevine hamstring. Links. Laatste rechterbeen. Hamstring op de plaats. 4, 3, 2, hoekje om. Dubbele stap, we gaan rechtsaf. 2, 2. 2, 2. En hou ook die arm in beweging. Rechtsop. Here we go. Side step. 1, 2, dubbel. Nog een keer. 4. 3. 2. Let op. Dubbele side step. We gaan rechtsaf. Basis links. Voor links terug. Dubbel. Basis rechts. Rechts is dubbel terug. Basis links. Voor en. 1, 2. Voor en terug. Stap. Stap. Hele voeten aan de vloer. 1, 2 en terug. Vier wij voor 4. Armen en los. 1, 2, 3. Stap voor rechts.
En terug. Hey. Dan kan je bij dit tempo blijven. Dan kan je hem ook ietsje zwaarder maken. Dubbele sidestep wordt een gallop. En jump. Twee keer, twee keer. Gallop. En jump. Die jump maak je met twee voeten tegelijk. Voor, terug, voor, terug. Wel met je hele voet aan de vloer. En buig die knieën. Twee keer voor en terug. En 1, 2, 3. En vergeet je optie niet. Dubbele sidestep met een basis op links. Dubbel side. En een basis. 4. Stap, stap 3. Let's op gallop. In 3, 2, go. 1. Jump voor 2. Probeer de armen mee te nemen in een windmill. Omhoog. En stoot beide armen uit. In die jump twee keer. Ga door. En denk aan je optie. En stap, stap, terug. Uit, uit. Laatste keer. Marcheer op je rechterbeen. Het eerste stukje van de grapevine. En dan de gallop erachteraan. Blijf marcheren op rechts. Let op voor 4, 3, 2, grapevine. Hamstring wel. Armen voor en terug. Heupen voorwaarts. 1, 2, goed. Oké, hamstring op de plaats. 4, 3, 2, pak je hoekje. 1, we gaan naar die gallop op je rechterbeen. Gallop, jump. Gallop, jump. Nog een keer. Hap, hap, en terug. Marcheer op je rechterbeen, en. We pakken hem terug vanaf het begin. Grapevine, gallop. Twee keer achter elkaar. Blijf marcheren. 4, 3, 2, leuk hoor. Denk aan die hamstringen, loop de plaats, hakkenbeel en je knieën gaan naar buiten. Maak je hoekje, kom maar. Voor 4, 3 en je gallop rechterbeen. Let's go. Up. Jump voor 2. Nog een keer. Laatste 2. En dan gaan we eerst weer terug naar de grapevine. Laatste. 4, 3, 2, grapevine go. En hap. En nog 2. Hamstring girl, pak hem op de plaats, uit en hap. Knieën laag en je hoekje, kom maar. In gallop of in optie, dubbele sidestep met de basispas. Dubbel step, basispas, nog een keer. Laatste. En loop eruit. Adem in. Neus in. Stap je rechterbeen even voor, links achterwaarts. Duw allebei de hakken in de vloer en hou je knie achter je tenen. Leun een stukje voorwaarts, stretch achterzijde been. Achterste voet bij, billen even naar achter. En lift van je voorste voet je tenen omhoog. En los, baan wisselen. Niet te lang stretchen, want we zijn er nog niet. Hakken aan de vloer, leun voorwaarts. Achterste voet neem je mee, billen gaan naar achter. En lift je voet up. Terug. We gaan teruglopen. We doen hem nog één keer. Grapevine, gallop. En dan een nieuw stukje erachteraan. 4, 3, 2, grapevine. 1, 2, hamstring, go. En nog 2. 1, hamstring op de plaats. 4, 3, 2, maak je hoekje. Dan gaan we door naar gallop of een dubbel sidestep in optie. Here we go, windmill. En jump voor 2. En... dit doen we nog één keer. En gallop. Laatste. De melodie. Masje, rechterbeen. Go. Oké. Anna scissors en jumping jack. Oké, voet aan de vloer. Scissor. Voor, voor, jumping jack. Voor, voor, jumping jack. Voor, voor, jumping jack. Voor, voor, jumping jack. En kijk even hoe het lukt met die armen. Je kan ze in je zij houden, maar ze kunnen ook achter je hoofd. En dan niet gevouwen, maar gewoon los achter je hoofd.
blijf je wel rechtsop in je bovenlijf. Dus op in je zij. Lekker los. Twee scissors, één jack. Let's go. 1, 2, jack. 1, 2, jack. Scissor vooruit. Scissor vooruit. Op in je zij. De beweging hoeft eigenlijk helemaal niet groot. Vast en. Oké. Doen we 8 keer. In zij of achter je hoofd. 4, 3, 2, scissor go. 1, 2, 3 en 4. Nog 4. 3, voor 2, voor 1 en loop hem uit. Ja. Heel goed. De volgende, 16 keer. 2 keer 8. Scissor, scissor, jack. Ready? 4, 3, 2, here we go. Ha! Benen uit, 2. Achter, side. 3, 4. En probeer rechtop te blijven. Uit, uit en jack. Uit, uit en jack. Ga door, hè. Kom op. Volhouden. Nog een keer. Laatste 4. 3. Voor 2. Je laatste keer. Wasje. Go, oh, oh. Yeah. Adem in. En blaas je uit. Adem in. Deze plakken we er weer achteraan. Grapevine, gallop, scissor jack. From the top. Let up, voor 4. 3, 2, grapevine. 1, uit. Nog 2. Hamstring gallop op de plaats 4 keer. En vergeet je hoekje niet. Stap op je rechterbeen. Let op rechts. Gallop of dubbele sidestep. In optie, stap je naar voren. In plaats van te springen. Gallop. 2. Stap. Laatste keer. Ready for scissors. 3, 2, go. Let's go. 1, jump. 1, 2. Nog 4. 3. 2. Let's go. Grapevine, here we go. 1, 2, 1. Ha. 2. Kom maar, verhoog dat tempo. Hamstring curl. 4, 3, 2, hoekje om, step. Gallop, gallop, go. Jump 2. Ja. Tweede bij, tweede bij. Laatste keer, let op je scissor en je jumping jack. 3, 2, yup. Woe. Hou vol, hè? Kom op. Laatste keer vanaf het begin. Grapevine. 3, 2, step. Hier. Hop. 2. Pak die hamstring op je plaats, op je plaats. 4, 3. Op je go. Gallop of je dubbele stap. Op een stap voorwaarts. Gallop. Maak hem af, kom maar. 1, 2. Jump. Let's go. Scissor, scissor, jack. Woo. Nog 6 te gaan, kom op. Hop, hop. 4, 3, hop, vol, 2. Laatste keer. 3, 2, go. Ah, oh, stap hem uit. Even stevig doorstappen nog. Kan natuurlijk even van je plek af. Pak hem terug, hè. Iets rustiger gaan lopen. Weer die ademhaling weer terug te pakken. Armen gaan even omhoog. In. Vier tellen. En vier tellen uit. Doe nog een keer. 4, 3, 2, blaas hem uit. Oké, stap maar door. Heerlijk. Oké. Blijf rustig doorstappen.
Maar de benen gaan uit. De tenen wijzen naar buiten. Stap op je plaats. Oké, zet hem vast, hand in je zij. Dan gaat je rechter hak omhoog. De knieën wijzen naar buiten, maar ze blijven achter je tenen. Bovenlichaam is stil en rechtsop. En het enige wat beweegt is je hak omhoog. Nog 4, 3 en wissel linkerbeen. Precies hetzelfde aan de linkerkant. Je tenen wijzen uit en je hak gaat omhoog. Je zakt iets omlaag, maar de heupen wijzen voorwaarts en je navel is in. Let op, we gaan 8 keer naar de rechterkant. 8, 7, 6. Schouders laag, bos vooruit, navel in. 3, 2 en wissel. 8, 7, 6, 5. We gaan om en om. 4 rechts, 4 links. Here we go. 4, 3, 2 en wissel. 4, 3. We doen 2 om 2. 2 af, 2 wissel. Nog een keer voor 2. Let op single. Om en om. Af, af. Zak ietsjes omlaag. En pak die spanning. Vooral bovenbenen. En ook wat meer bil. Up en down. Up en down. Let op. Allebei tegelijk. Rustig aan. Lift. Handen mogen op in je zij. Of voorwaarts. Klein stukje liften is al voldoende. Hak van de vloer. Lift. Lift. Ga door. We maken er nog 4. Hou vol, hou vol. Let op, we gaan terug naar de rechterkant. 8 keer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en wissel links. 8 keer. Bovenlichaam stil. Kleine bounce mag natuurlijk lekker. 4 om 4, kom maar. 4, 3, 2, wissel 4, 4, 3. Wissel nu voor 2, om en om. 2 keer op, 2 keer af. Laatste keer voor 2. En we gaan even terug naar singles. Here we go. Single. Up, down, up, down, up, down. Up. 4, 3, 2. En laten we even los. Oké, stap de benen rustig samen. En schud ze los. Pak je rechterbeen even achterwaarts. Knieën zo dicht mogelijk naast elkaar. Heupen naar voren. Even extra stretch voor zijde been. Stap en wissel. En schud je benen los. Oké, we gaan terug. Squat positie met de tenen uit. Oké, breng je vuisten naar je toe en je ellebogen achterwaarts. We hebben gewoon een rechtse rug. Wat je doet. Uit. Op. Voor. En dan trek je de armen weer in. Maar als je de armen uitstrekt, maak je een squat. Lift. Uit. En als de armen ingaan, komen de knieën ook weer op. Dus vast. 2, 3. En in. Dat doen we op tempo van de muziek. Bovenlichaam rechtop. Tenen knieën uit. In. Oké, let op. Laag. Vast. In. En dan kom je omhoog. En als je omhoog komt, dan hou je de knieën licht gebogen. We gaan door. Kom maar. Voor. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Laatste keer. En vast. Oké, schud los. We gaan terug in squat positie. We maken dezelfde beweging, maar we gaan hem vasthouden. Oké, vuisten in. Knieën wijzen naar buiten. Tenen ook. En navel is in. Bovenlichaam is recht. We zakken door. Komt ie aan. Vast. Up. Voor. En dan pas loslaten. Dus extra vasthouden. Spanning. 2. Set. Here we go. 1. Up. 2. Blijf rechtop. 3. En in. Vast. Nog een keer. Uit. Down. We maken hem nog 2 keer langzaam. Komt hij aan. Vasthouden. Liften en terug naar voren. En in. En de laatste keer voor tempo. Vast. Navel blijft in. Rechter rug. En tempo. Komt hij. 4, 3,
Probeer niet te gaan zwaaien met de armen, maar breng ze zelf voor, omhoog, voorwaarts en dan weer rustig terug. En twee, vier weg. Vier, op, schouders laag, rechtsop. Twee keer tempo en dan doen we hem nog twee keer langzaam. Ready? Slow, hou vast. Down. En in. De laatste keer. Step. Up. Down. En vast. Sluit de benen. En loop rustig uit. Oh, heerlijk. Nou mis ik jullie gezicht hoor. Kijk hoe je kijkt als je weer rechts omhoog komt. Lekker. Loop lekker los. Yeah. Oké. We gaan nog even een extra deel pakken. Klinkt heel raar. Voeten blijven aan de vloer. Wat je doet met je linkerbeen, die gaat achterwaarts. Tenen van je rechtervoet voor, linkerbeen gaat naar achter. Je zakt door je knieën, borst richting knie. Je komt omhoog en je stapt hem terug. Uit, in, los en terug. Tenen voorwaarts, stap, laag, in, terug. En als je dus achterwaarts stapt, dan voel je die spanning al buitenkant beeld. Gaan we doen. 4, 3, 2, stap links. 1, 2, 3, stap terug. Je ziet dat met je rechterbeen gebeurt niks. Die blijft staan. Benen wijzen voorwaarts. Je linkervoet stapt naar achter. Je zakt met je borst richting knie. Uit, down, up en. En die knie hoeft helemaal niet tegen de vloer aan. 1, 2. Let op de laatste. We gaan wisselen. Nu staan de tenen van je linkervoet voorwaarts. En je stapt je rechtervoet achter, cross, in en terug. We gaan door. Nog een keer. Step. Borst richting knie. Hoofd blijft omhoog. Twee. Laatste keer, want we gaan wisselen voor vier. Blijf staan. Wissel vier. Vier. Down. En 3. 2. Laatste keer. Want we gaan wisselen. Rechts stap naar achter. 4. Down. En. Tenen van je voet voorwaarts. Borstknie. Let op. En wissel. We maken er 2. 1. Vast. 2. Nog een keer. 1. En wissel. Stap. We gaan om en om. Stap links achter. 1, 1, terug. 1, 1. De laatste twee singles. En dan stap we in één keer cross achterwaarts. 3, 2, komt hier. Stap. Stap. Borst richting knie. Voet achterwaarts. Hou vast, hou vast. 8, 7, 6, 5, 4, 3, stap, wissel, go. 8, 7, 6, 5, 4, hou vol, kom op. Nog een keer, ja. 8, 7, 6, 5, nog 4, 3, je laatste wissel, stap en hou vast, hou vast. Rustig omhoog en schud je benen los, wow. Heerlijk. Lekker. Super. Blijf schudden. Pak hem nog maar een keertje achterwaarts. Bovenbeen. Wissel. Oké. We gaan even liggen op de rug. We gaan naar de buikspieren. De voeten. De voetzolen plaatsen tegen elkaar aan. In front position. Knieën wijzen naar buiten. Je handen plaats je achter. Zijn vast tegen elkaar. Wat je doet. Je lift. Af. En je rolt rustig terug. Wervel voor wervel. Dus niet te snel. Wervel voor wervel. En de armen weer op. Lift. Af. Intrekken. Kinborst. Wervel voor wervel. Af. En rustig terug.
Lukt het nou niet met de knieën opzij? Kunnen de knieën ook omhoog wijzen? En anders steun je jezelf en trek je aan je benen. Laat je knieën rustig los. Pak en trek jezelf omhoog. Keer borst en rol rustig terug. Lift en rustig in en down. Geef een paar voorbeelden van de buikspieren. En die kun je natuurlijk thuis steeds herhalen als je zou willen. En ook aanpassen. Tempo op 1 en dan 2 omlaag. Of tempo 3 hoog en 1 terug. Werk in verschillende tempo's. Werkt ook het lekkerst. Oké, als je rechter onderarm in de grond plaatst. Schouder, elleboog op 1 lijn. Trek je onderste knie in. Hij is vast. Hand mag in je zij. Heup wijst naar het plafond. En wat je doen gaat, je duwt je heup in 2 tellen omhoog en 2 tellen terug. Als je terug gaat, mag je gerust de grond aantikken. En om wat zwaarder te houden, blijf je boven de vloer. 2 op, 2 neer. 2 op, 2 neer. En ook deze beweging kan natuurlijk in tempo wisseling. 1 omhoog, vast, vast en dan 2 tellen terug. Vast, vast, 1 en 2. Op. 3 omhoog, 1 laag. 3, 2, hou vast en terug. En knijp hem dan even extra aan. Vast en down. 3, 2, 1 en terug. Laatste keer. En laat hem los. Die wissel. Linker onderarm aan de vloer. Schouder elleboog in lijn. Onderste knie is ingetrokken. Bovenste been is lang, hand is in je zij. We beginnen ook hier aan een 2-2. 2 op. 2 neer. Op, op. En kijk even of het lukt om je arm in de zij te houden. Anders zou ook omhoog kunnen. Maar trek jezelf dan niet achterwaarts. Hou je arm rechts omhoog. En terug. Op. 1 op, hou vast en neer. Omhoog, hou vast en dan 2 tellen terug. Omhoog, hou vast en 1 en 2. Tempo wisseling. 3 om 1. 3, 2, 1 los. Nog 3. 3, 2, 1 los. Nog 2. Laatste keer. En laat hem rustig los. De oefeningen kun je natuurlijk zelf doen. Bepaal zelf het aantal. En ook de tempo wisselingen, dat werkt ook het prettigst. We gaan rustig naar de cooldown. We komen liggen op de rug. Je linkervoet is aan de vloer, pak je rechterbeen in de knieholte vast. Tenen wijzen naar je toe en de knie richting borst. Pak met je rechterhand je rechter tenen en probeer je knie te strekken. Spanning achterzijde been. En laat hem rustig los. Hetzelfde ga je doen met links. In de knieholte vast, tenen wijzen naar je toe, knie richting borst. Met je linkerhand pak je tenen en probeer je knie te strekken. En terug aan de vloer. Je rechterhand op je linkerknie. Linkervoet blijft aan de vloer. Duw de knie van je af. En dan laat je hem los en dan pak je hem weer naar door vast. Je hoofd blijft rustig liggen. Maar je been haal je rustig naar je toe. En los. Laat wisselen. Linkerhand op je rechterknie. Duw je knie eerst van je af. Los en pak hem binnen door. Been weer rustig naar je toe halen. Twee knieën naast elkaar. Sla je arm eromheen, kinborst. En maak een rolbeweging voorwaarts of zijwaarts omhoog. En kom rustig staan. Oké, stap met je rechterhak voor. En duw de billen achterwaarts. Stap bij en wissel voor. En kom rustig omhoog. Oké, alsof aan de armen wordt getrokken, maak je een bolle rug, knieën gebogen. Kin borst, navelies in. Rustig op. Armen gaan omhoog.
maak je nek. Laat hem los. Arm in. Laat hem uit. De laatste keer arm in. Laat hem uit. En laat hem los. Ik hoop dat jullie het een leuke les vonden. Ik in ieder geval wel. Ik dank jullie wel. Tot snel. Vond je dit nou een leuke video? Druk dan even op het duimpje omhoog. Wil je meer van deze video's? Druk op de abonneerknop. Wil je op de hoogte gehouden worden van wanneer wij weer een nieuwe video online hebben? Druk op dat belletje hier beneden. Of hier beneden. Dan krijg je iedere keer een melding wanneer wij weer een nieuwe video online hebben. Succes!